Nou, mijn eerste vlog. Ik heb het nog nooit gedaan. Het is erg ongemakkelijk, kan ik je vertellen. Maar het is allemaal voor een goed doel, dus daar doen we het maar voor. ja, jullie zullen nog wat meer van dit soort beelden te zien krijgen. Dus ik hoop dat het me uiteindelijk beetje bij beetje iets beter afgaat dan nu. Nou, de zenuwen zijn begonnen. Morgen opnames voor RTV Drenthe. En ja, ik weet niet. Ik denk dat ik er zenuwachtiger voor ben dan voor Hart van Nederland. Omdat het op school wordt gefilmd. Dus dan zijn er andere mensen bij. En ja, is toch spannend. Dus morgen 10 uur op school. We gaan het zien. Ik ben benieuwd. Goedemorgen. Ik heb zo de opnames van RTV Drenthe. Ik heb echt de meest beroerde nacht ooit gehad. Want ik kreeg gisteren in één keer allemaal meldingen, berichtjes en weet ik wat. En toen kwam ik erachter dat Hart van Nederland mijn uitzending al heeft gedaan. Maar ze hebben me niet gebeld. Dus ik wist niet dat het op tv kwam. Dus via allemaal onbekenden die mij berichten sturen, kwam ik daarachter. Maar ja, er komen wel weer donaties binnen, dus dat scheelt weer. Maar ik ga nu dit slaaphoofd maar even opfrissen. En dan gaan we dadelijk naar school voor de opnames. Ik wilde het als tekst in het filmpje zetten, maar ik ben nog niet zo handig met dat editen. Dus ik neem dit even achteraf op. Maar ik heb de beelden van Hart van Nederland de volgende ochtend even meteen teruggekeken. Dus nou, die zien jullie nu. Voor mensen met een lichamelijke beperking worden hulphonden volop ingezet en vergoed door de zorgverzekeraar. Patiënten met psychische problemen vallen buiten de boot. Zij moeten zelf een bedrag van ruim 15.000 euro neerleggen voor een hulphond. Als ik alleen ben, dan zie ik echt door de boom het bos niet meer. Het is allemaal prikkels en ik weet niet waar ik heen moet. Ik raak in de stress. En door op de hond te focussen, gaat dat echt een stuk beter. En mijn suicidaliteit vermindert ook, omdat ik weer perspectief heb in het leven met een hond. De 17-jarige Robin heeft forse psychische problemen. Ze denkt dat een hulphond haar kan helpen hiermee om te gaan. Ze was dan ook ontzettend opgelucht toen haar moeder akkoord ging met een hond in huis. Daar was ik zo blij mee. Toen begon dit proces en toen we even bezig waren en ik kwam erachter dat ik het niet vergoed kreeg, toen zakte de moed me toch wel weer diep in de schoenen. Een veel voorkomend probleem, volgens Saskia Stark van Stichting Psychiatrische Hulphonden. Heel moeilijk. Mensen hebben natuurlijk geen volle baan, want dat kunnen ze niet vanwege de psychische klachten. Veel geld hebben ze niet, ze leven vaak van een uitkering. Ja, hoe moet je dan zo'n hulphond betalen? Het is gewoon eigenlijk niet te doen. Ik wil net zoals een andere dier gewoon ergens rond kunnen gaan en gewoon ja, het een en het ander doen. Maar daar ben ik wel het hulp voor nodig van de hond. Een vergoeding komt pas als er wetenschappelijk bewijs is dat een hulphond mensen zoals Robin ook echt helpt. Maar dat is er niet. Volgens Saskia is de meerwaarde van een hulphond allang overduidelijk. Ze hebben ontzettend veel steun aan zo'n hulphond. Een hulphond is 24 uur per dag bij ze. En de hulphond merkt al van tevoren dat iemand bijvoorbeeld een psychose gaat krijgen of dat het de stresslevel te hoog wordt. En dan komt de hulphond al bij ze en daarom merken ze van hé, ik moet wat gaan doen, ik moet even kalmeren of een stapje terug doen. Robin geeft de hoop niet op. Op verschillende manieren zamelt ze geld in zodat het hopelijk toch lukt zelf een hulphond aan te schaffen. Ik ben nu afhankelijk van hulpverleners en die werken alleen door de week. Van, 8 tot 5. Maar daarna houdt de hulp op. En een hond kan mij 24/7 hulp geven. En dat is zo fijn. Dus daar zou ik wel een stuk van verbeteren. We zijn nu op school. RTV Drenthe die is er om 10 uur. Dus ik ga nog even zenuwen inhouden. En dan gaan we het zo zien. Nou, ik heb net de opnames van RTV Drenthe gehad. Nee. Daarachter nog. En ik heb deze check gekregen en daar ben ik heel blij mee na mijn school. Dus het is echt super ongemakkelijk dit filmen, maar voor goed doel. Nou, het doel van alles is natuurlijk ook een beetje een inkijkje geven in dat het
best wel moeilijk is af en toe. Want ja, ik lach altijd en het is altijd grappig. Of nou, nee, niet grappig, maar ik ben goed in het verbloemen. En dat is af en toe handig, maar ook heel onhandig. Want daardoor ga ik altijd veel te ver door en geef ik mijn grenzen niet goed aan. Maar ja, vandaag is zo'n dag dat het wat moeilijker is. We hadden verjaardag, of we hebben verjaardag van mijn nichtjes. En ik zou eerst ook niet meegaan, want dat is gewoon zoveel prikkels. Daar word ik zo moe van. Maar het was voor de planning handiger van wel. Dus ik zit de middag boven op deze kamer. Ik heb op mijn tante en ooms kamer is wat rustig. En daar heb ik een film gekeken. En we gaan dadelijk naar Smilde, naar de kliniek. Daar word ik vanaf vanavond voor 3 weken opgenomen. Dan heb ik van maandag tot vrijdag heb ik de hele dag door meerdere afspraken, therapie. Ja, gaan we knokken om beter te worden en te herstellen. En ja, ik hoop dat ik aan de 3 weken genoeg heb, dat die niet verlengd wordt. En ik ga dus dadelijk naar Smilde, dus ik gok dat ik jullie daar nog wel een stukje laat zien. Maar nou, doeg! Nou, bij deze sluit ik het filmpje voor nu even af. Het was heel raar. Al die stukjes filmen van jezelf en nu dit ook. Ik hoop dat je, ja, dat het een beetje duidelijker wordt. Dat je een inkijkje hebt gekregen. En ik zal even over mijn schaamte heen moeten stappen. Ik heb inmiddels alweer wat meer stukjes hier in de kliniek nog opgenomen. Dus er zal nog een tweede filmpje aankomen. En daar zijn ook de, ja, downpunten goed in te zien. Het is zwaar. Dus dat staat daarin. Maar anders werd hij nu wel heel lang. Dus ik laat het voor nu even hierbij. Ja. Als jullie benieuwd zijn naar hoe zwaar het is en hoe het er in de kliniek uitziet, aan toe gaat. Want ik heb echt een stukje gefilmd. Ook van hoe het er weer uitziet en hoe het gaat. Dan zou ik zeker naar het volgende filmpje kijken. Ik hoop dat het wat is geworden uiteindelijk. Nou, doeg en misschien tot de volgende keer. Ik snap niet hoe die vloggers dit altijd kunnen doen. Het is echt verschrikkelijk.